Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 105. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen over alcoholgebruik. Als gevolg van stress, overspanning of burn-out. Ik heb hier zelf vooral heel veel ervaring mee. In de tijd dat ik mijn burn-out klachten had, dronk ik gemiddeld zo'n 20 fluitjes bier op een dag. Daarnaast rookte ik ongeveer een pakje sigaretten per dag. Omdat ik de illusie had dat dat me rust gaf. En dat is tot op zekere hoogte ook zo. Laat ik zeggen, het is een symptoombestrijding. Veel meer dan dat het het probleem oplost. Sterker nog, het maakt je probleem eigenlijk erger. Maar het gevoel is alsof het je een beetje rust geeft. En dat is, ja, als ik het zo mag zeggen, is drinken een goede emotiekiller. Zoals ik dat noem. Ik hoor ook heel vaak van mensen die ik in begeleiding heb die stress ervaren. Maar ja, als ik dan een drankje neem, dan kom ik weer een beetje tot rust. En dat lijkt ook inderdaad zo. Maar het brengt je eigenlijk veel verder van huis. Omdat wanneer je alcohol gebruikt om je systeem tot rust te brengen. Dat is sowieso een tijdelijk labmiddel. Hè. Dat is een beetje hetzelfde als dat je steeds hoofdpijn hebt en dan pillen neemt. Dus een aspirine of paracetamol of wat dan ook. Je lost het probleem er niet mee op. Maar je plakt eigenlijk even een pleister. Dus dat. Maar ook, als je alcohol drinkt, dan gaat de kwaliteit van je slaap achteruit. Dus je slaapt minder goed, minder diep. Dus het tast echt de kwaliteit van je slaap aan. En die slaap is juist wat je nodig hebt om jouw lichaam de gelegenheid te geven om te herstellen. He, want in de uren dat je slaapt, worden er herstelwerkzaamheden aan je lichaam uitgevoerd. En die vinden dus nu veel minder goed plaats. Waardoor je eigenlijk het probleem steeds erger maakt. Waardoor je ook steeds meer alcohol nodig hebt om je weer even goed te voelen. En zo is het cirkeltje al heel snel rond. De tip die ik voor je heb is zoek hulp. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is die ik kan geven. Meestal geef ik in mijn video's ook wat zelfhulptips. Maar op het moment dat je gaat drinken om tot rust te komen, dan ben je blijkbaar niet in staat om daar zelf uit te komen. En waarschijnlijk zitten er, als ik voor mezelf spreek, maar ook in mijn geval was dat zo, zitten er echt onderliggende problemen of onderliggende stressmechanismes die aandacht vragen, waardoor je steeds maar de neiging hebt om dat een beetje te gaan verdoven. En ik zou je niet aanraden om daar zelf naartoe te gaan, dus in jezelf naartoe te gaan, maar dat onder begeleiding te doen. Dus mijn tip zou zijn, zoek een goede coach. Mocht je het gevoel hebben dat ik dat ben of dat wij van Wakker Worden iets voor je kunnen betekenen, dan wees van harte welkom en neem dan eventjes contact op. De contactgegevens zijn te vinden op de website www.wakkerworden.nl. Ik hoop dat deze video je wat duidelijkheid heeft gegeven over de relatie tussen alcoholgebruik en stress en burn-out. Stress of burn-out. Mocht je vragen hebben, dan kan je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen. Hopelijk tot een volgende video. Ik hoop dat deze video je wat duidelijkheid heeft gegeven en inspiratie. En ik wens je een fijne dag en tot een volgende keer. Doei doei!